Breda Nu. Je weet het meteen. We staan hier bij een handbaltoernooi georganiseerd door United, handbalvereniging uit Breda, en door Breda Actief. Er zijn een aantal scholen uitgenodigd om weer eens ouderwetse handbaltoernooi te spelen. We gaan dan ook eens met ze praten en kijken wat ze ervan vinden. En kijk gewoon even mee. Wij staan hier op het... In de sporthal De Ganzerik op het schoolhandbaltoernooi van handbalvereniging United Breda. Okay. En het zijn allemaal kinderen van jullie of van scholen? Het zijn de scholen van Breda. Bavel doet ook mee en Prinsenbeek doet mee. Dus eigenlijk Breda een omgeving wat hier aan het rondlopen is. Jullie hebben gewoon gezegd van we gaan die kinderen allemaal uitnodigen of een toernooi houden? Ja, we wilden weer schoolhandbaltoernooi weer terug brengen in Breda. Vroeger was dat al. Ik heb het nooit gekend, maar mijn ouders hadden het er altijd lovend over. Ja. Het schoolhandbaltoernooi van Breda. En als vereniging wilden we dat terugbrengen in Breda. En daardoor zijn we begonnen met eigenlijk alleen Haagse Beemden aanschrijven. En we konden onze eigen jeugd natuurlijk niet achterlaten. Dus die kwamen ook met een aantal teams. Is het inderdaad zo dat jullie met het handbaltoernooi het handbal weer bij de kinderen bekend willen maken? Ja, dat vooral. En misschien ook enthousiasmeren om toch te komen handballen in plaats van te gaan voetballen of hockeyen. Als kinderen, als ouders of kinderen dit zien op tv, ze willen graag handballen, waar kunnen ze terecht? Heeft u een e-mailadres of een website? We hebben een website, United Breda. Google komt hier gelijk boven. Ja. Kinderen van hoe oud tot hoe oud spelen die vandaag? Vandaag zijn het vooral de groepen 6, 7, 8. Dus vanaf 9 jaar. Okay. Hey, en even kijken hoor, komen er nou nog meer handbaltoernooien in Breda? Nou ja, we gaan proberen om het volgend jaar weer te organiseren. Ja. Ik ben sportcoach voor de gemeente Breda en ik ben het in het gebied Noordwest, Haagse Beemden en Prinsenbeek. En wat houdt het eigenlijk in, sportcoach? Ja, sportcoach is dat je namens de gemeente kinderen enthousiasmeert en in beweging krijgt en houdt op het gebied van sport en bewegen. Ja. En doet dat rechtstreeks via Breda of gaat dat via Breda Actief, heb ik al eens gehoord? Nou, ik werk voor Breda Actief en Breda Actief is dit jaar de uitvoeringspartij in de Haagse of in Breda om het sportbeleid van sportcoaches uit te voeren. En een van de verenigingen die in deze wijk zit is handbalvereniging United Breda. En die hebben eigenlijk ons gevraagd, of we zijn samen tot overeengekomen om een schoolhandbaltoernooi te organiseren. Leuk. En ze hebben ons gevraagd om eens mee te denken en mee te helpen om dit op poten te zetten. Er is al jaren een schoolvoetbaltoernooi in de Haagse Beemden, maar er was nog geen schoolhandbaltoernooi. Eigenlijk niet meer in Breda. En de handbalsport is heel erg populair geworden door de Olympische Spelen natuurlijk. En een hele hoop kinderen die vinden het toch wel eens leuk om kennis te maken met. Dus Het zijn heel enthousiaste kinderen. Ja, de kinderen zijn super enthousiast. Er zitten eigenlijk handballers bij en kinderen die niet handballen. Ik denk dat er zelfs ook een heel team is waarvan de kinderen helemaal niet handballen zelfs. De meeste, ze balen ook als er gescoord wordt, zeg maar. Het is ook de bedoeling van dit toernooi om een beetje een gemixt en een beetje gemêleerd gezelschap te hebben. Het is echt niet de bedoeling om een school aan te wijzen van jullie zijn de beste of jullie hebben gewonnen. Het is echt de bedoeling om de kinderen kennis te laten maken met de handbalsport. De kinderen die van de scholen die meededen, hebben die nou op school een beetje voorbereiding gehad in de gymles? Toevallig leuk dat u het vraagt. De sportcoaches en ook stagiaires geven allemaal gymlessen op de basisscholen. Dus wij zijn in heel Breda geven wij gymlessen op basisscholen. En op het jaarrooster staat dus ook handbal. En we hebben dat een beetje zo geplakt en geknipt, zodat dat precies de weken hiervoor was. Zodat de kinderen al kennis hebben gemaakt in de school met handbal. Ja, leuk. En zodat ze dus ook zich hebben in kunnen schrijven voor dit toernooi, zeg maar.
Breda Nu. Je weet het meteen.